We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Vandaag is mijn gast en uitblinker van de week Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad nog op dit moment en hij gaat stoppen op 1 juli. Weet je wat de, de vraag intern was? Hier? De eerste vraag die ik jou moest stellen, toen zeiden ze tegen mij: Vraag hem maar. Nu hij weet dat hij daar vertrekt, of hij nu opener kan praten. En zelf voegde ik eraan aan toe, het idee moet online levensvatbaar zijn. En dat laatste vond ik zelf eigenlijk mijn belangrijkste opdracht. En zeg maar, de, 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 de favoriete krant van mijn moeder... moest ook de favoriete site van mijn dochters worden. Dat de krant, ik heb ook met andere overrectoren over gehad... die hebben natuurlijk doelstellingen gehaald door corona... die normaal in tien jaar zouden gerealiseerd In het begin was er het misverstand dat we zeiden... corona treft ons allemaal en alleen samen komen we, krijgen we het ja. eronder of zoiets. Ja. Um, dat is niet waar. Ook in 2000, begin 2016 heeft Mark Rutte een correspondence dinner georganiseerd. Had hij ge afgekeken uit Amerika. Uh, en toen, uh, dat, was, dat, dat is een soort cabaret-achtig iets. En toen maakte hij over elke titel in Nederland een grapje, elke grote. Behalve over het AD, dat was hij vergeten. En dan waren wij dus eigenlijk het brave zusje van de Telegraaf. Wat is volgens jou. Uh... De, uh, het ideale menu van een AD-lezer? Wat wil hij echt als, als, als voorgerecht, als hoofdgerecht, als dessert, als amuse krijgen? Wat is de ideale kant volgens jou? En dan komt hij terug, dat heeft hij dus gedaan, of zijn mensen, en heeft een deal gesloten met Ziggo. Ziggo heeft de rechten op heel veel sport. En die willen heel graag een heel groot publiek. Wij hebben een heel groot publiek en we willen heel graag die beelden. Dus je gaat praten met Zico en je zegt, oké, okay, wij krijgen van jullie samenvattingen uh, van Max Verstappen en zo. Dat zetten wij op onze site. Daar zetten we voor en na dat het van Zico komt. En dat als je altijd live Max Verstappen wil kijken, dat je een abonnement op Zico moet nemen. Op welke politieke partij stemt de AD-lezer? Jonge mensen als mijn dochters die zeggen, heel goed dat jullie hiermee bezig zijn, want dit kan niet meer zoals jullie het vroeger deden. Prins de zegt. Gaat AD nu meer wok worden? Nou, ze zeggen niet wok, want ze kennen het woord niet. Gaat, wordt AD nu linkser dan de Volkskrant? En die twee met elkaar uh, verzoenen is soms nog best een lastig iets. Hoe stevig staat een hoofdredacteur in zijn schoenen als die druk van zijn betalende lezer steeds groter wordt? Hoe kan het dat dit niet een veel groter schandaal is? En, want de regering, het, het, het is toch vreselijk wat daar is misgegaan en zo? Ja, dat is allemaal zo. Alleen de meeste mensen raakt het niet. De meeste mensen kennen niet persoonlijk iemand die het raakt. Dus je krijgt van jouw lezers dan signalen: van jongens, we snappen het wel, maar kunnen we ook weer over iets anders schrijven? Maar hoe typeer je als jij Rutte omschrijft in, in twee zinnen? Wat is dat voor een man? Ik denk dat niemand hem echt kent. Dat is het rare. Ik weet ook niet eens of hij zichzelf kent. Ik irriteerde me als persoon heel erg aan aposterhuis, die maar dag in dag uit op tv die angstkaart uitspeelde. En als dan blijkt achteraf dat hij in 2019, eh, 2009 met die Mexicaanse griep met Werelkliniks 5,6 miljoen euro heeft verdiend, terwijl hij eigenlijk gewoon eh, verbonden was aan de Erasmus-universiteit eh, en ook nog ooit bij het RIVM. Ja, daar krijg ik een heel vies gevoel bij. Kijk, we hebben dus over de GGD hebben wij een vijf pagina's tellend stuk gehad over waarom het zo mis is gegaan bij de GGD's. Dus dat, dat, dat hebben we wel gehad. Maar dat, um, ik weet nog steeds niet wie nou heeft besloten bij ons om het in Nederland bedoel ik, om het vaccineren zo te doen, zoals wij, uh, zoals het nu gaat, namelijk met de bestaande structuren. Nou, He, Israël, exactly. zei, het is, Israël zei: het is eigenlijk een oorlogssituatie. Dus we gaan even naar een ander standje. Ja. En um, Amerika onder Trump deed dat niet. Maar Amerika onder Biden doet dat wel. En kijk wat er gebeurt. De Engelsen hebben dat gedaan in ja. kerken. De Engelsen hebben Every dus bewust way. iemand van buiten de regering gevraagd. Wil je, met een ondernemer, wil jij het gaan leiden? Ja. Dat hebben wij niet gedaan. En ik zou heel graag zeggen, maar de notulen van die vergadering. Exact. Die vind ik bijna nog interessanter dan die van het kabinetsberaad over de toeslagafweging. Want die vergadering, want hoe zijn die afwegingen nou gemaakt? Hoe ziet volgens jou uh, het krantenlandschap eruit 15 mei 2026? Er zitten schitterende dingen aan. Klopt. En er zit ook een donkere kant aan. En die donkere kant is dat uh, inderdaad op de, uh, op de advertentiemarkt zij een enorme grote positie hebben en geen belasting betalen. Want zij zeggen. Wij zijn geen uitgever. Nou, jij weet, jij bent zelf uitgever. Wat doet een uitgever? Die verdient geld met content. Nou, wat ja. zij doen is geld verdienen met content. En toch houden ze vol dat ze geen uitgever zijn. De haat die verspreid wordt. Hè? Via Facebook kun je schitterende dingen verspreiden. Over ja. je familie, over je bedrijf. Maar je kunt er ook haat en leugens verspreiden. Ja. En dat gebeurt dus. En dat is slecht voor de maatschappij. Ja, je hebt er al een paar keer wat over gezegd. Maar dat is natuurlijk de oliebollentest. Ja. Ik keek daarna live. Dacht ik, oh Hans, wat doe je nou? Die arme man die zat daar. Ik was helemaal uh, kapot gemaakt in jullie oliebollentesten. Jij ging ja. hem eigenlijk nog bijna de les lezen. Ja, nou, betreft... dat was een grote fout. Dat was mijn... De grootste fout was niet eens die uitzending. Dat was wat eraan vooraf ging. Ben je wel eens bedreigd als hoofdredacteur? Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u: Molto bondia, capitão. Ik dank u voor het luisteren. En hopelijk wordt u ook lid van onze beweging, de Kapiteinenlijn. Tot snel.